Maagd, welkom bij de jaarvoorspelling van 2023. Ik ben heel benieuwd over welke onderwerpen we het gaan hebben. Mijn naam is Annemiek Nu, Anna met twee A's. Ik ben 100% verbonden met mijn hart, hogere zelf, hoe je het maar wil noemen. En van daaruit praat ik dus, handel ik, leef ik. En ik weet dus niet wat er hier gezegd gaat worden, maar de intentie is om te kijken naar welk onderwerp dan ook in het leven. Kan over seks, drugs, rock en roll gaan, over voedsel, over... ik ga even mijn sloffen uitdoen. Over kleding kan het zelfs gaan. Het is ook niet voor niks dat ik dit nu doe. Alles wat er hier gebeurt, gezondheid natuurlijk, geld, inkomen, vriendschappen, liefde, romantiek, etc. Maar ja, ik heb zulke fijne sloffen, joh. Deze, schattig zijn ze ook, even die berenpootjes. 3M heten ze. Mocht je interesse hebben, mocht je ze leuk vinden. Je moet ze één maatje kleiner kopen dan dat je werkelijke maat is. Ik heb ze echt al 20 jaar, geloof ik. Elk jaar ga ik nieuwe kleurtjes halen. Nou ja, ook wel heel veel dezelfde kleur. Maar anyway. Nou, was een beetje irritatie dat ik het er maar over blijf hebben. Misschien bij jou ook. Maar het is fijn om iets op voorraad te hebben. Ik weet wat ik fijn vind met betrekking tot mijn sloffen. En tussendoor, 20 jaar lang dezelfde sloffen, heb ik echt wel andere sloffen uitgeprobeerd. Heel veel andere merken. Ook hele, hele goede merken. Van Valken bijvoorbeeld. En die lopen wel lekker. Vooral op, trap af en zo. Maar nee. Ik weet wat ik wil. Ik weet wat ik fijn vind. En zelfs als iemand anders mij nu sloffen zou aanbieden. Als cadeau mee zou nemen. Ik zou nee zeggen. Weet je? Want ik weet wat ik fijn vind. Ik heb een paar wat al zo versleten is. Dat ik daar extra dikke sokken in heb. Gewoon standaard zitten die daarin. En die doe ik aan als ik naar buiten ga. Tenminste als het niet geregend heeft. Nu is het een beetje anders. Maar en ik heb een heleboel verschillende paren door het hele huis heen liggen. Want ik wil gewoon niet, ik heb 3 verdiepingen, dus ik wil niet op zoek moeten gaan naar mijn sloffen. Ik vind dat zo comfortabel om te hebben. Iets wat fijn is, iets wat je geriefelijk vindt, wat jou meteen een gevoel van comfort geeft. En deze sloffen die doen dat voor mij. Dus wat dit wil zeggen voor jou, ben je er nog? Wat dit wil zeggen voor jou, 2023, het zijn een aantal dingen. Let er dus op, ja, hoge priester. Het is bijna alsof je een soort contractje hebt met jezelf. Dit gaat over vertrouwen. Vertrouw erop dat je weet wat jij fijn vindt. Het kan zelfs te maken hebben met je echtgenoot, met je huwelijk. Dat je misschien vreemd bent gegaan. Maar dat je gaat beseffen in 2023, nee, daar waar ik een contract mee heb, of daar waar ik met wie ik een afspraak heb, dat is eigenlijk het enige wat ik wil. En dit is al 20 jaar zo. Of misschien wel 40 jaar. Of misschien net een jaar. Maar je gaat beseffen dat je comfort gaat hebben. Dat je het fijn gaat hebben. Fijner gaat hebben. Gewoon elke keer als je je man ziet. Dat als je iets anders hebt uitgeprobeerd. Oh, dat is een twist die ik niet aan zag komen. Oké. Okay. Een behoorlijk aantal kaarten. Het zal een ommekeer in je denken geven. Het zal een ommekeer zijn in hoe jij met andere mensen omgaat. Dat als ze jou iets aanbieden. In mijn geval andere sloffen. In jouw geval misschien ander werk. Andere collega, andere ruimte om in te werken, andere wijk om in te wonen, andere stad om in te wonen. Iemand die seksuele gunsten aanbiedt. Maar jij gaat daar zo'n ommekeer in krijgen dat je niet... Oh, nou, dit is echt zo ontzettend typisch, deze kaarten. Jongens. Nog meer... Het zijn echt meteen 7 kaarten, 8 kaarten die ik heb getrokken.
De page van Kelken is iemand die dus iets aanbiedt. Het is iemand die dol op jou is, maar het kan dus ook zijn dat je dol op sloffen bent. Iemand die weet dat je dol op sloffen bent. Alleen diegene die beseft niet dat wat hij kan gaan aanbieden, dat page pentakels gaat erover dat diegene niet de beste heeft, zijn of haar beste heeft gedaan om uit te zoeken wat voor soort sloffen jij dan fijn vindt. Of die heeft niet gevraagd van, oh, je zit zo te genieten als je je sloffen aandoet en als je erop loopt. Maar ligt het aan dat merk of vind je het gewoon heel fijn om sloffen te dragen? En diegene, in mijn geval, in dit verhaaltje, heeft dus de verkeerde sloffen voor mij gekocht. Het idee is wel oké. Als het om een partner gaat, als het om werk gaat, ander werk gaat, van het idee daarachter is wel oké. Weet je, je wil meer liefde, je wil meer comfort, je wil meer inkomen, je wil dichter bij huis werken of misschien juist verder weg van huis. Maar het gaat toch niet bevallen. Je gaat het toch weer loslaten. Ja. Wat dat hele, dit verhaal gaat blijkbaar nog door. Eén ding wil ik even een kaart over trekken voordat ik met deze gedachten verder ga. Ik zei ook, comfort is zo fijn. En het zit hem er in 2023 vooral in dat soort kleine dagelijkse dingen. Als je sloffen kunnen aantrekken, als jij er zin in hebt. Weet je, mensen bekritiseren mij wel eens, dan heb je dat omdenken. Als ik in de zomer, of dan maken ze er een grapje over, of nou ja. Nou, er is ook wel eens iemand geweest die dat ronduit belachelijk vond. Maar als ik nou fijn vind om mijn sloffen te dragen in de zomer, dan draag ik mijn sloffen in de zomer. Dan heb ik er dus geen sokken in. En dan heb ik dus ook nieuwe sloffen, want die zitten dan dus nog wat strakker, weet je. Maar ik vind dat fijn. Ik heb allodynie. En dat is dat mijn huid ineens pijn kan doen. Hoe het zich dat bij mij op dagelijkse basis uit, is dat ik heel snel een hittegolf krijg. Op deze leeftijd, vanaf je 37ste, mag je het dus ook de overgang noemen. Dat het dus een opvlieger is. Dat zeg ik ook meestal wel tegen mensen. Het is een opvlieger. Maar dat is het niet. Ik heb het eigenlijk al 25 jaar. Dat ik dan ineens snak naar vrijheid. Bij mij zit er, nee, whatever, dat erachter zit. Iets akeligs. En ik vind het fijn om sloffen aan te hebben, want dan heb ik het warm. Het scheelt mij een kledingstuk wat ik moet uittrekken op het moment dat ik het heet krijg. En het is heel gemakkelijk om af te koelen als je die sloffen uitdoet. En op het moment dat ik weer afgekoeld ben, goddank, maar binnen 2 minuten, dan doe ik ze gewoon weer aan. Dus het is voor mij ook nog eens heel, ja, troostend eigenlijk, die sloffen. Goh, ik raad je dus aan om sloffen te gaan kopen. Koop. En misschien zit het dan voor jou niet in sloffen, maar weet je waar het hem wel in zit? Misschien heb je een vest, maar zit net niet lekker, zit net te strak. Weet je wel dat je net niet lekker, als je iets boven je hoofd moet pakken, dan voel je het hier zo trekken, weet je wel. Of een van de knopen doet het niet meer goed, of is eraf. Of, weet je, gooi het weg. Ga een andere zoeken. Want het is zo fijn om iets te hebben op dagelijkse basis wat je genot geeft. Ik heb een heleboel van die dingen hoor, maar ik zorg erg goed voor mezelf tegenwoordig. Maar het maakt het leven gewoon heel, heel erg fijn. Dus even een kaart over dat comfortabele. Ja, nou, dat is precies waar ik het dus over heb. Van, hè, als ik 's ochtends wakker word en zeker nu het wat kouder begint te worden, of koud is, dan ga ik natuurlijk heel snel koude voeten hebben en dan doe ik mijn sloffen aan. Hè, lekker zeg! Dat staat er zelfs nog bij ook. Hè, lekker! Dit is van mijn eigen trotsheid. Dat is echt de perfecte kaart ervoor, ja. En misschien zit het hem voor jou in een, als het koud is, in een warm bakje drank, weet je. En er hoeft helemaal geen alcohol in om het heet te krijgen. Gewoon die gezelligheid daarvan, de troost die een bakkie kan geven. Geen koffie, hè? Koffie is echt niet oké. Hoort niet in het lijf thuis. Ik heb een videoclip gemaakt die heet over koffie. Die heet koffie. En kijk maar of je daar zin in hebt om die te kijken. Ik ben niet zo flauw dat ik zeg koffie is slecht. Ik ga echt serieus in op redenen waarom je koffie drinkt. En kijk er maar naar. Ja, niet nu. We gaan eerst je jaarhoroscoop verder doen.
Oké, wat ik dus net had gezegd. Er gaat een ommekeer komen in denken, in praten, communiceren met andere mensen op het moment dat jij iets aangeboden krijgt wat je eigenlijk niet wil. Maar je weet, in bed bijvoorbeeld, je weet dat de intentie goed is, want je hebt ooit gezegd of ooit een knalorgasme gehad of ooit een multi-orgasme gehad bij die ene handeling. En nou doet je partner dat aan de lopende band. En jij weet, ja, dat is lief en ik vind het ook wel lekker, maar je gaat het er niet over hebben. In 2023 ga je het wel over hebben. En ik denk dat dit, niet ik denk, ik weet dat dit met... Dit kan oplopen tot 5 verschillende situaties. En dat is veel. Want misschien lijkt het iets heel erg kleins, omdat het iets is uit je dagelijks leven. Maar als je dagelijks leven lekker loopt, dat is je hele leven. Je dagelijks leven is je leven. Weet je, evenementen en belangrijke feesten en bijzondere gebeurtenissen. Ja, die dingen die heten ook allemaal zo, omdat het dingen zijn die eenmalig komen, weet je? En dat mag en dat gaat ook voor jou gebeuren in 2023. Belangrijke evenementen. Ja, met betrekking tot familie. Je gaat met je familie, ga je dusdanige tripjes doen. Deze kaart die heet Healing Family Issues. Je gaat samen dusdanig evenementen doen. Of op een feestje ga je samen zijn. Je gaat activiteiten doen. Het zal genezend zijn voor het gezin. Misschien heb je ruzie met die ene zoon of die ene ouder. En als je dan gaat er genezing komen. Oh, dat is fijn. Het gaat je echt een enorme opluchting geven. Maar goed, ik ga nog een keer proberen die zin te zeggen en hem dan af te maken. Je gaat dus een ommekeer hebben in hoe jij met ja, dingen die niet hardop uitgesproken zijn, maar misschien ook juist wel. Misschien gaat het om een vet contract waar je onderuit wil komen, maar waar je nooit eerder over hebt durven, praten. De reden waarom je er nooit eerder over hebt durven praten, is omdat er niet iets in balans was. Valt me nu pas op dat deze kaart gaat over balans. En in principe, Pentakels 2, in principe Pentakels 6 niet. Maar hier, hij heeft wel een balans hier vast. Tot nu toe was je altijd met betrekking tot deze maximaal 5 thema's of onderwerpen in je leven. Voor wat hoort wat. Of... ik heb hem dit gedaan, dus moet hij nu dat doen. Ik heb haar dit gegeven, dus geeft zij nu dat. Weet je, op die manier. En ouders die doen dat ook. Oeh, hier gaat het ook over. Als je ouder bent, een ouder bent, dan ben je ook ouder. Dan je kind in elk geval. Dan... dan ben je allicht gewend om iedereen hetzelfde te geven. Als een van de kinderen bijvoorbeeld heel erg talentvol is, met betrekking tot muziek, en dus een heel duur muziekinstrument heeft, dan probeer je die prijs van dat dure muziekinstrument, dat geld, diezelfde hoeveelheid geld, probeer je dan ook in die andere kinderen te stoppen, zodat het allemaal in balans is. Zodat het allemaal gelijkwaardig is. Maar dat is onzin. Dat is echt onzin. Ten eerste ben je dan niet... Dat geld wordt niet liefdevol gegeven. Dat geld wordt vanuit het hoofd gegeven. Wordt analytisch, maagd. Wordt analytisch gegeven. Het moet netjes allemaal georganiseerd zijn. Pietje, Klaasje, Jantje, Henkje. Ze moeten allemaal hetzelfde bedrag krijgen. Dat is niet waar. Als iemand een bepaald talent heeft op het gebied van muziek en daar is dus een duur muziekinstrument voor gekocht, ga dan kijken wat die andere kinderen, waar die andere kinderen goed in zijn en ga ze daarin ondersteunen. Of dat als iemand een hobby heeft, ja, waar jij helemaal, bijvoorbeeld een of andere sport, waarvoor jij dan ook elk weekend naar de wedstrijden moet rijden of...
om de vier keer dat je dat deelt met die verantwoordelijkheid deelt met andere ouders die hun kinderen in dat team hebben spelen. Maar je hebt altijd gezegd tegen je kind van nee, je mag niet op voetbal bijvoorbeeld, of hockey of rugby, omdat dat mij zo ontzettend veel tijd gaat kosten. In plaats van dat geld erin te pompen, ga dat kind dan dus ook helpen met zijn of haar talent. Of in elk geval met de hobby. Het gaat erom dat het niet, het hoeft niet gelijk te zijn. Het hoeft allemaal niet gelijk te zijn. Oké. Wat er kan. Nee. Met één van die. Laten we zeggen dat vijf keer dit dus gaat gebeuren. Ja, dat je dus anders durft te praten. Dat je durft te zeggen van nee, wat jij me aanbiedt, dat wil ik niet. Eén van die vijf keren, gebroken hart voor die ander. Je gaat die ander daarmee kwetsen. Die ander voelt zich daarmee gekwetst. Echter, blijf in de communicatie. Ga goed uitleggen wat het voor jou is. En waar die communicatie hem precies in zit, er vliegen mij twee kaarten tegemoet. Ja. Eigenlijk wat ik net heb gezegd, leg hem uit of leg haar uit dat, nou ja, de dood, dat is een goed teken, hè? De goede kaart. Op zich geen goed teken als je doodgaat, maar ofwel, trouwens. Ofwel, waarom zeg ik dat? Ofwel, natuurlijk. Maar de dood is een vergrotende kelke vijf. Het gaat over loslaten, gaat over ommekeer. En het oordeel gaat over dat je het oude, dus die mensen die daar dood liggen, dat je dat niet meer wil. En jij, dat je een besluit hebt genomen, een afspraak met jezelf, dat je het oude niet meer wil. Dit staat ook voor verjonging. En in het hele thema van deze reading tot nu toe, dat het over gemak gaat. Over troost gaat, over comfort gaat. Leg uit dat jij jezelf dat nu gunt. En vertel daar gerust bij wat jouw gevoelens zijn. En dat het jouw hart juist breekt, gebroken heeft. Al die keren dat jij over je grens liet gaan, dat je dit aangeboden hebt gekregen, maar dat je niet hebt durven zeggen. Dit wil ik niet. Wauw. Mooi hoor. Mooi. Dit betekent niet dat dit een hele zware les voor je zal zijn. Maar dit betekent dat de energie ernaar is in 2023. Om dus dat gesprek aan te gaan. En om dus een mega loslaat proces te hebben. Ten gunste van jezelf. Ten gunste van comfort in je leven. Dat is groot, hè? Dat is groot. De gehangene, die staat ook voor dat als er iets uitgesteld wordt, dat dus goed is. Dus dat als je een cadeau uitstelt, als je nee zegt tegen een cadeau, dan is dat goed. Want als jij dus in de communicatie blijft met diegene die gaat zitten te mopperen of jou gaat deleten, ontvrienden op Facebook of wat dan ook. Weet je, als je merkt van hey, dat is niet goed gevallen bij die persoon. Ga erover in communicatie. Vertel wat jouw gevoelens daarbij zijn. Uiteindelijk namelijk, dat is echt heel mooi dit. Komt het weer helemaal goed met die persoon in jou? Beter zelfs. Staven 4. Ik ga dit nu voor het eerst noemen, maar het is zo typisch wat ik nu zeg. Het is de kaart van klavertje 4. Het is de kaart van klavertje 4.
precies. Ja. Oké, okay, ander onderwerp. Geld. We hebben het al enigszins over geld gehad. Dus die kaarten, die hou ik er nog even bij. Ik ga een ander set erbij halen. Animal Spirit Oracle. Geld. Dit is echt fantastisch. Ik trok eerst deze kaart, de eenhoorn. Ik denk van ja, je hebt dus dromen. Je hebt financiële ideeën. Of je wil iets heel groots kopen. Of iets heel duurs. Of iets heel duurs doen. Een cruise maken. Of weet ik veel wat jouw wens is. Zou mijn wens niet zijn. Maar wie weet is het jouw wens. Maar iedereen die zegt, het is niet mogelijk. Het is gewoon niet mogelijk. Dit is niet, niet mogelijk. Waar haal je het vandaan? Zo'n idee. Ik maak wel eens het grapje dat ik ben heel erg opgevoed. En jij allicht ook met het idee dat als je voor een dubbeltje geboren bent, zal je nooit een kwartje worden. Ik ben opgegroeid met meisjes verteld dat ik een cent ben en nooit een stuiver zal worden. En als ik dus een grote droom heb, bijvoorbeeld hoe ik nu woon hier. Hoe ik nu woon hier. Dat is zo fantastisch. Nou, dat had ik zelfs 5 jaar geleden. Nee, ik woon niet 5 jaar. Dat had ik zelfs 6 jaar geleden niet gedacht. Maar ik had wel die onmogelijke droom. En ik wil nog weer een stap verder. Maar ik had een zogenaamd onmogelijke droom. Dus ik dacht bij mezelf, oeh, je gaat teleurgesteld zijn in 2023 met die financiële droom. Want ik heb hier de eenhoorn. Het is een mythe. Het gaat je niet gebeuren. Maar toen zag ik dat er een kaart ondergeplakt zat. De cheetah. Het gaat wel degelijk gebeuren. De cheetah is zo'n beetje als de ster. Weet je, dat het gaat om jouw... ja, wat in me opkomt is zelfvertrouwen wordt groter. Je zelfvertrouwen wordt groter met betrekking tot die zogenaamde onmogelijke droom. Je gaat beseffen, ja, maar als ik al zo ver nu ben, als ik dit al voor mekaar heb gekregen, waarom dan niet ook dat? Het is helemaal geen mythe meer. Het gaat je enorme vreugde brengen. Echt zeer grote vreugde. Persoonlijke overvloed. Persoonlijk, hè? En dat is veel beter nog dan financiële overvloed. Maar deze laatste zin wil niet zeggen dat je dus niet die bak geld of die cruise kan gaan maken. Of een sabbatical kan nemen. Ja, dat wilde... Of, en dit geldt niet voor iedereen, maar wat ik doorkrijg is... Het betekent ook dat jij wel degelijk die ene man of die ene vrouw mag uitvragen. En hij, zij zal ja zeggen, ook al is hij, zij 1000 keer zoveel rijker dan dat jij bent. Het heeft geen moer met geld te maken. Het heeft te maken met je uitstraling van persoonlijke overvloed. Ik vind dat een prachtig begrip. Persoonlijke overvloed. Daar zit in dat je misschien dus niet rijk bent, maar wel dat je tevreden bent en gelukkig zelfs bent, dankbaar bent voor dat wat je wel hebt. En oeh, dat is goud waard. Dat is echt goud waard. Ja. Ik wil nog even verder gaan op de droom. Een droom die je hebt, een wens die je hebt, die niet met geld te maken heeft. Misschien in de verte wel, op een indirecte manier. Maar dit is duidelijk. Ja, schat. staven 3. Maak plannen. Vertel maar wat je droom is. Ga het opschrijven. Maak het duidelijk. Ga een plan maken van in maart wil ik dit bereikt hebben. In augustus wil ik dat bereikt hebben. In oktober wil ik dat bereikt hebben. 31 december 2023 wil ik dat bereikt hebben. Ga een plan maken. De toekomst is mega helder. Het is mega goud. Die kleur is echt heel erg goud. Hij doet me heel erg denken aan die kaart die ik eerder voor je gepakt heb. Dit is staven 3 en dit is staven 4. En het is dus opeenvolgend. En als je dus die dromen gaat plannen, dus als je ze zelf
serieuzer gaat nemen. Dus nogmaals, je gaat meer zelfvertrouwen krijgen. Dan gaat dat feest er zijn. Ja, mooi. Kan heel goed zijn dat je nu nog helemaal niet weet welke wens dit is. Maar dat je dus halverwege 2023 een wens gaat krijgen die je nooit eerder hebt gehad. Misschien beluister je deze clip dan weer opnieuw. Wat ik aanraad om een paar keer per jaar te bekijken. Nu kan je ook nog de videoclip van 2022 bekijken. En dat je dan dus beseft van, oh, ze zegt het woord sabbatical. Oh, mijn eigen, oh, wat lijkt me dat. Nou, dat dus. Oké. Liefde. Liefde. Als jij gaat daten in. Fantastisch. Als jij gaat daten in 2023. Dan. Dus dit is voor diegenen die single zijn nu. Als je gaat daten en je hebt iemand op het oog. Je gaat je pijl afschieten. De pijl die je van Cupido hebt gekregen. Dan is dat raak. Dan is dat inderdaad iemand die bij jou past. Dan is het dus ook. Dan is het hem ook. Als jij echter weet dat, oeh, die is het. Maar, wat ik net zei, hij is te rijk. Hij zegt vast nee tegen mij. Ik ben maar gewoon iemand. Dus dat je niet op je doel afgaat, niet naar hem toe gaat, maar dat je dus met andere mannen gaat scharrelen. Misschien zelfs gaat slapen. Misschien zelfs een relatietje gaat beginnen. Een affaire gaat hebben. Een lenteaffaire, zomeraffaire, herfstaffaire, weet ik veel. Dan gaat het niet gebeuren. Wat belangrijk is, dat als je verliefd bent, dat je gaat beseffen, is dit wel wat ik wil in een man of in een vrouw? Gaat hij mij, zij mij, gelukkiger maken? Zo niet, dan is die het niet. Misschien is het een boogschutter, hè, vanwege die. Ja. Voor diegenen die al een vaste relatie hebben, dat betekent bij mij altijd, ik leg de grens bij 2 jaar. Dus als je al 2 jaar een vriend of vriendin hebt, of dus al 100 jaar getrouwd bent. Zou dat kunnen, 100 jaar? Nee, dan moet je allebei wel heel oud zijn en jong getrouwd zijn. Ik wil eerst trouwens weten waarom ik de hik heb nu. En een boertje, en het is heel, heel raar allemaal. Dus wat waar gaat dat over? Dit is even niet zo leuk. Qua gezondheid. Laat je nakijken. Laat je nakijken dat. Hoi. Ik werd even heel schor en vol stikte ik zowat in mijn eigen stem. Op dit gebied dus. Dus met longen, misschien maag, maar longen. In elk geval een keel. Als je op dat gebied merkt van hé, wat is dat toch? Ik blijf maar verkouden. Of ik heb wel een hele rare vorm van keelpijn nu. Laat je nakijken. Laat het nakijken. Ja, je moet er echt tijd aan besteden. Je moet er verantwoordelijkheid aan schenken. Dit is iets wat jij moet doen. Je kan wel 1000 keer overklagen naar je partner. Of naar je ouders. Of naar je kinderen toe. Of vrienden toe. Maar die gaan niet jou naar de dokter slepen. Dat moet jij doen. Jij moet zelf beseffen dat het echt ernstig is. Want je bent al een maand verkouden. Of je hebt al een maand keelpijn. Het is iets met dit gebied. Met de stembanden misschien iets. Of met de oren. Dat daar iets mee is. Misschien hebben ze al een paar keer tegen je gezegd. Dat je je gehoor moet laten controleren. Doe dat dus eens. Ja, dat over gezondheid. Wel heel erg leuk hoe dat er even uit tussendoor kwam. Niet leuk als het gebeurt, maar wel fijn dat je de waarschuwing hebt om het dus niet te laten verslonzen. Mooi woord. Verslonzen, zei ik. Flauw, hè? Oké. Okay. De reden waarom ik aan deze kant in beeld ben, is omdat ik dan meer
in de microfoon praat van de camera. Dus ik heb de camera een beetje schuin staan. Omdat ik vaak berichtjes onder... Nou ja, vaak. Aantal malen berichtjes onder de video's kreeg. Omdat het geluid zo zacht was. Dus om dat te voorkomen heb ik hem een beetje schuin gezet. Waardoor ik nu dus aan deze kant zit. Ja. Zoals beloofd. Als je een vaste relatie hebt... Blijf nog hangen hoor, ook als je single bent. Want wie weet ga je in 2023 een vaste relatie krijgen. Maar ja, dan is die natuurlijk niet meteen 2 jaar lang. Maar spreek mezelf hier tegen, dat is zo leuk. Ik heb hier de paard, ik ga hem even stoppen achter de kaart. Ik zit mezelf weer aan het lachen te maken. Dit is zo typisch. Een van de verklaringen van deze kaart is... Dit is iemand die grapjes maakt. Dit is iemand die grapjes maakt. Dus, maar wat heeft dat te maken met jouw vaste relatie? De relatie op zich blijft eenvoudig. Blijft rechtschapen. Dat wel. Blijft praktisch. Ik zit te snakken naar een relatie met die eigenschappen. Dus dat je niet denkt van, mundane. Maar nee, is mooi. Is mooi. Is stevig, ja. Anyway, die grapjes. Waar gaat dat over? Wat voor mij voelt, en dit geldt absoluut niet voor die honderden of duizenden die deze... Duizenden zijn het altijd. Die deze videoclip bekijken. Maar 3 van jullie... Of iemand met wie je getrouwd bent. Gaan doorbreken. Misschien eentje zelfs internationaal. Nationaal zou kunnen. Maar in elk geval binnen de familie. Binnen de vriendengroep. Als iemand die kan entertainen. Je gaat succesvol zijn. Of dus die persoon. Je gaat succesvol zijn. Als je grapjes vertelt, als je dus juist die zorgeloze, onvolwassen houding van jou gaat gebruiken op het toneel, op het podium gaat staan. Of dat als jij het woord moet nemen voor... De meeste mensen hebben er een hekel aan om op een podium te staan en om voor een groep mensen te spreken. Maar jij gaat er dus achter komen... In 2023 dat je er eigenlijk heel goed in bent. Dat je grapjes kan maken. Of dat mensen grapjes maken om jou. Maar niet in een uitlachmodus. Maar in een ondersteunende modus. En leuk. Echt leuk. Leuk, ja. Ja. En misschien ga je ook wel doorbreken internationaal. Weet je, misschien heb je... connecties internationaal of via de media, weet je, een van de media's, social media's, dat je media's, zei ik dat, via sociale media, mediums, dat je ook internationaal mensen krijgt, dat je klanten gaat krijgen, meer internationale klanten. Ik heb ook internationaal klanten. Ik heb zoveel mensen uit België. Oh, en dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk. Het zijn echt 15 per jaar of zo. Nou, 12, 14. Ja. Ja. Oké. Okay. 2 uit Duitsland gehad. Afgelopen jaar. 1 uit Portugal. Die was niet voor haar familie naar Nederland gekomen. En dan mij erbij. Maar die was echt voor mij naar Nederland gekomen. En dan haar familie erbij. Mensen komen uit Zeeland, Den Haag, regio, heel veel. Den Helder, letterlijk, was ook ooit iemand gekomen. Heel veel ook uit Zuid-Limburg. Sittard, Maastricht. Ik weet niet waarom ik dit allemaal nu zeg. Misschien dat je denkt van ik woon te ver weg om naar Annemiek toe te gaan voor een healing of een sessie. Het is absoluut de moeite waard. Mensen, een van de redenen waarom ik minimaal 2 maanden van tevoren, of niet van tevoren, vooruit, hoe zeg je dat, volgeboekt zit... is omdat mensen die geweest zijn dus terugkomen. En dus ook die mensen die dus van verre reizen. Nu heb ik zo zitten te kletsen over iets. Over reizen.
Maar had ik al wel een vraag gesteld? Wat verder nog ter tafel komt, hè? Het hoeft niet letterlijk met mij te maken te hebben. Ja, hier beneden zie je de website en kan je de mogelijkheden zien voor een healing, et cetera. Wat me opvalt, dit onthoud ik wel, wat me opvalt is dat ik best wel veel zeg bij deze reading. Alles wat er hier gebeurt staat symbool voor wat er bij jou gebeurt. En het zal eerder mensen geruststellen en jou daardoor menselijk vinden en daardoor naar jou toekomen. Of jou gaan benaderen voor iets, voor een uitnodiging of een feest of eens een keer te gaan wandelen of samen naar de bioscoop te gaan of zo. Dan, er is niemand die daarover struikelt. Ik zeg het nu, dat ik merkte dat ik veel zat te stotteren, maar allicht zeg jij, oh, helemaal niet gemerkt. Maar het is dus een mooie, liefdevolle waarschuwing voor jezelf dat het oké is hoe je communiceert. Mensen gaan het schattig vinden of charmant vinden, weet je wel, zo lieflijk vinden. Het is oké, ja. Goed. Het hoeft dus niet specifiek met mij te maken te hebben. Momenteel woon ik nog onder Zwolle. Maar wel met zoiets dat je ergens niet heen gaat, omdat je vast wil blijven houden, pentakels 4, aan je geld, kost benzine, aan je tijd, kost me 2,5 uur reis om daarheen te gaan. Je wil vast blijven houden aan je energie. Ik word heel erg moe van autorijden. In elk geval de terugweg zal gemakkelijk voor je zijn. Maar de heenweg, mensen zeggen echt van, ik kom helemaal uit Zeeland. Was er ooit een man die zei, ik kom helemaal uit Zeeland, maar ik heb er 5 minuten over gedaan. Ik snap er niks van. Je zit dan al op mijn vleugel, zou je kunnen zeggen. Je vliegt door het land heen. Pentakels 4. Je gaat vasthouden. Als jij vast blijft houden aan de huidige situatie, terwijl je weet dat ergens ver weg is iemand of is iets, is een groep mensen of is een hobby of iets wat je heel graag wil hebben. Bijvoorbeeld die ene oldtimer, punt, auto. Of een bepaald soort koelkast is wat in me opkomt. En iemand die biedt dat heel goedkoop aan. Of voor een redelijke prijs. Maar het is wel 2 uur reizen daarvoor, zodat je dus 4 uur... 2 keer 2 is 4 volgens mij, moet gaan reizen. En dat, daardoor doe je dat niet. Het gevolg daarvan, als jij vast blijft houden aan, nee, ik blijf hier op mijn plaats, zwaard 5, is dat daar, hoe moet ik het zeggen? Stel je voor, je wil er wordt aangebeld. Dat is zeer typisch. Ik laat gewoon lopen. De ruzies en zo blijven doorgaan. Hallo? Hoi. Hey, hoi. Kun je... Ja, ik doe wel even de ring. Oh, dankjewel. Ja? Hoi. Hoi. Ik krijg iets in de brievenbus. Ruzies blijven doorgaan, zoals ik zei. Maar ook die oude koelkast, die gaat jou zo ontzettend irriteren. Je gaat zo'n spijt hebben dat je niet gekozen heb voor die oldtimer, want het zou een hobby voor je zijn geweest waar je echt jarenlang wat aan zou hebben. En en als je dus die oldtimer niet hebt, dan zit je dus maar op de bank en dan dan zit je op de bank en chagrijnig te zijn. Weet je, de reden waarom jij erover zit te denken om ver te gaan reizen voor iets, is omdat er pijn, angst, ongemak zit, of omdat je jezelf meer gunt. En als je die reis dus belangrijk gaat vinden, belangrijker gaat maken dan dat die dus is, dan blijft die reden waarom je daarheen wil, het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan. Het houdt dan niet op. Het is niet fijn. Even de bovenste kaart. Zwaarden 8.
Het is een illusie dat het reizen niet fijn zal zijn. Het is een illusie dat het niet de moeite van het geld waard is. De moeite van de energie waard is. De moeite van auto moeten lenen. Een gesprekje moeten aangaan met iemand om die auto te lenen. Om uit te zoeken hoe je met het OV daarheen moet komen. Of wat dan ook. Je denkt dat het niet de moeite waard is. Maar dat is het wel. Dat is het wel. Het is nu 6 uur, zoals je hoort misschien. En 6 uur betekent voor heel veel mensen etenstijd. Of in elk geval gaan nadenken over wat je wil gaan eten. Of heel veel mensen gaan koken. Ik vind het heerlijk altijd om rond 1 uur of 6 in de bossen te gaan lopen. Omdat er dan niemand is. Vanaf 7 uur wordt het juist weer heel erg druk. Dan worden al die honden uitgelaten, weet je wel. En al die buikjes die worden uitgelaten. Mocht je je afvragen waarom jij een buikje hebt of waarom je partner een buikje heeft. Ik heb 2 videoclips die heten buikjes. Buikje voor mannen, buikje voor vrouwen. Wat de metafysische oorzaken zijn van het hebben van een buikje. Allebei pittige clips. Maar daarom dus ook zeer interessant en mooi. Ik zit kaarten te schudden. Lieverd, wat wil je nog meer weten van me? 2023. Ik ga even een onderwerp pakken middels Emoto. Wat een prachtige afsluiter. Innerlijke vrede. Om innerlijke vrede te bereiken, wat moet je daarvoor doen? Het dringt ineens tot me door waarom die vrouw is iemand uit dit dorp hier... Zei van, oh, ik doe het wel in de bus. Nu water. Ze wil nu water. Check het nu water. Je kan nu water ook gebruiken als je even een boost nodig hebt. Als je wintervermoeidheid hebt. Of moeite hebt om in de lente weer op gang te komen. Weet je, dat je het eventjes een maandje doet. Je kan het ook uitproberen. Eenmalig. En het is, oh, en ik denk dat je wel verslaafd gaat raken. Innerlijke vrede dus. Wat moet jij doen in 2023 die kerkklokken uitzetten om vrede te hebben in je leven? De maan gaat over gaat over kinderjaren, over onbewuste gevoelens die je hebt opgelopen bij je kinderjaren. En om je nu maar eens over te gaan geven, kaart 8, om daar iets mee te doen. met die pijn, zodat je lichaam en je denkgeest, dat het allebei meer in evenwicht komt. Het goede nieuws hiervan is, het betekent, en dit vind ik leuk om dan te zeggen, dat die klokken daarom bijeren. Het gaat een overwinning worden als jij inderdaad durft stil te staan bij een nieuw deel uit je kinderjaren. Iets wat er is gebeurd voor je 18e, 19e levensjaar. Het gaat je een beloning opleveren. En ik denk dat dat dus innerlijke vrede is. En innerlijke vrede is zo'n vage term. Zeker als je onder de 30, 35 bent, weet je. Maar alles in je leven, het enige wat je eigenlijk hebt, is de denkgeest. Het enige wat je hebt, is de denkgeest. Het lichaam volgt. Het lichaam heeft geen eigen wijsheid, lieverd. Dat heeft het niet. Het lichaam volgt dat wat je erin stopt. En dat zijn gedachten. Gedachten zijn het enige dat we hebben. Het bewijs is dat als mijn arm geamputeerd zou worden, ik verander niet. Ik kan een rotgedachte overkrijgen. Ik kan me erbij fijne gedachten. Ik kan me erbij neerleggen. Of wat dan ook. In overgave ermee zijn. Jij gaat beloond worden als jou door middel van rustigere gedachten, minder gedachten, minder verhaallijn in dat drukke hoofd van jou, minder chaos. En dat betekent juist voor jou, maagd, dat je minder de behoefte gaat hebben om te organiseren. Om alles maar te analyseren, te structureren. Dus echt die typische... Je gaat minder kritisch zijn
Als jij durft te kijken naar het ene super lastige stuk uit je kinderjaren. Heel erg fijn. Nu wil ik één afsluitende kaart hebben. Nee, ga ik deze doen. Voor de sfeer voor 2023 voor jou. Ik had al een glimlach op mijn gezicht, hè. De dolfijn. Je gaat hele fijne, leuke, sociale contacten hebben. Misschien niet eens zozeer blijvende contacten, maar je gaat heel erg fijne door het hele jaar heen. Vanaf februari voel ik. Heeft misschien te maken met het jaar van het konijn dat er dan aan staat te komen. Je gaat hele fijne, korte gesprekjes hebben met mensen. En dat gaat je hele fijne dagen opleveren. Oh, fijn. Goed jaar, al met al. Heel veel liefs, schat. Heel veel liefs. Deze clips zijn dus ook van mij. Maar dat liet zich raden.